Vorig jaar werden ze getroffen door de wateroverlast in Limburg, waardoor een deel van de oogst verloren ging. Afgelopen week werden de nieuwe courgetteplantjes gepoot bij tuinderij Beegdenhof in Hunsel. Nou ja, de eerste courgettes die planten we elk jaar vanaf 15 april. En omdat je in april en begin mei nog kans hebt op vorst, dekken we die af. Jansen hoopt dat het dit jaar een beter jaar wordt. In principe die wateroverlast, toen daar hebben we wel een aantal hectares door verloren. Maar wat vooral vervelend was, is dat we op dat moment ook moesten planten en dat hebben we op moeten schuiven. Waardoor er in één keer halverwege juli heel veel geplant werd, waardoor er eind augustus een grote aanvoerpiek kwam. En ja, die bracht eigenlijk nog meer schade op dan de oorspronkelijke schade aan het gewas.